de aangekondigde samenwerking tussen de politie en particuliere securitybedrijven in het kader van de criminaliteitsbestrijding is aangehouden. De politiebond is het absoluut niet eens met deze samenwerking. Milando Atompay, voorzitter van de politiebond, zegt dat het niet kan dat er afspraken worden gemaakt zonder af te stemmen met de bond. Securitybedrijven zijn niet geschikt om de politie te ondersteunen bij criminaliteitsbestrijding. Ze zijn niet daarvoor getraind. Ze zijn niet daarvoor getraind, dat is niet hun taak. En politiewerk is een wettelijke taak. Het is bij wet geregeld vanaf de grondwet. Dus het kan onmogelijk zo zijn dat de regering een dagje opstaat en iets buiten de wet om wenst te doen. Dus dat is wat wij ze hebben voorgehouden. Want wat zou het zijn, de security guards die zouden iemand over straat zien, hoe zouden ze zo iemand staande kunnen houden? Waaraan zouden ze hun bevoegdheden ontlenen? Begrijpt u? En zo kunnen we doorgaan. En over samenwerken met de politie is ook duidelijk in de wet wie de werkarmen zijn van de politie en met wie de politie kan samenwerken. En dat zijn de andere grondwettelijke organisaties zoals onze broeders bij het Nationaal Leger, de BBS'er, de penitentiaire ambtenaren en zelf de brandweer en ook de bestuursdienst, begrijpt u? Dus met die mensen kunnen we samenwerken, omdat de wet selectief geregeld. De politiebond vindt het vreemd dat de regering wel security guards wil accommoderen, maar een lichting die al langer dan 2 jaar wacht en niet in dienst kan nemen. De samenleving moet zelf oordelen. Als de regering 15 maanden lang een lichting niet naar binnen kan brengen, maar wel security guards, die enkel op basis van het feit dat ze een ID-kaart hebben, security guards zijn geworden, willen inzetten om criminaliteit te bestrijden, dan moet de samenleving zelf oordelen. Als je iets wil doen, moet je met de politie praten. Maar omdat er 2100 politiemannen zijn, ga je met een vertegenwoordiger de politiebond praten. Dit is een beleidsregel, dus de regering die zou het moeten doorcommuniceren met de politiebond alvorens het in te voeren. Dat hebben ze niet gedaan. En daarom moesten ze het weer aanhouden. Ja, wat vindt u van het feit dat ze het hebben aangehouden? Ze hadden geen andere keuze toch? Er was geen andere keuze. Want 2 politieambtenaren zouden het niet uitvoeren. Het is een niet-wet, het is een, hoe zeg je? Je hebt, het is een niet-wettelijk gegeven bevel, dus wij zouden het niet kunnen uitvoeren. President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren in de Nationale Assemblée meegedeeld dat de samenwerking met de 2 particuliere beveiligingsbedrijven, PPS NV en Improser NV, on hold is.